Welkom, dames en heren. Ik zou bijna zeggen, mag ik uw aandacht? Maar van harte welkom bij deze bijeenkomst, bij deze lezing van onze speciale gast Dirk de Wachter. Maar ik weet, u bent gekomen voor Dirk de Wachter. Maar voordat we zover zijn, wil ik een paar dingen doen met u. Mijn naam is Ton Vooraan. Ik ben bestuurder van Luistergoud. Luistergoud organiseert deze lezingen samen met Mara en Samen 010. En natuurlijk met Arminius. Omdat wij willen stimuleren dat aandacht in de samenleving voor elkaar ondersteund moet worden en gestimuleerd moet worden. Ook Mara en Samen 010 zijn organisaties in Rotterdam die vanuit oorspronkelijk christelijke, dus heel geschikte ruimte zou je bijna zeggen, vanuit de christelijke levensbeschouwing activiteiten organiseren die ook de verbinding tussen mensen stimuleren. Ik nodig u uit om op hun sites te kijken als u daar meer over wil weten. Luistergoud is georganiseerd, is voortgekomen uit Sensor, de telefonische hulpverlening. Door een verandering in financiën, er is tegenwoordig landelijke financiering, zijn alle vrijwilligers van Sensor nu vallen ze onder de landelijke luisterlijn. Ik denk dat er heel veel vrijwilligers van de landelijke luisterlijn in de zaal zitten. Mag ik handen zien? Ja, zie je heel veel. Ja. In de nieuwsbrief die u is uitgereikt, staat uitgebreid beschreven wat Luistergoud nog meer doet, zoals trainingen verzorgen, workshops verzorgen. En daar gaan we nu op in, we hebben een prijs. We hebben de aandachtsprijs. De aandachtsaward noemen we dat. Met de aandachtsaward waarderen wij een project dat met aandacht omgaan met elkaar op een bijzondere wijze stimuleert. Aan deze prijs is €5.000 verbonden. Een mooie oorkonde voor aan de muur, maar ook een beeld. Een beeld wat een wisseltrofee is, moet ik erbij zeggen. Dus volgend jaar moet die doorgegeven worden aan een ander project. Maar dat beeldje staat voor, de breuklijnen in de samenleving, de breuklijnen in de wereld, die overbrugd worden door menselijk contact. Ze reiken naar elkaar. Maar wie heeft nou die prijs gewonnen? Tja. Nou moet er eigenlijk geroffel komen. De eerste prijs is gewonnen door Tulpen uit Rotterdam. Piet. Piet de Jong, initiatiefnemer van het project Tulpen uit Rotterdam. En Piet, wat doen jullie? Nou, wij maken met vrijwilligers bloemstukjes voor buurtbewoners. En dat zijn buurtbewoners die ziek zijn of jarig. Of dat je een buurtbewoner een tijd niet hebt gezien. En het principe is dat je altijd een bloemstukje maakt voor iemand anders. Dus het is een activiteit waarbij er in een heel klein flesje een heel leuk, simpel bloemetje wordt gemaakt. En we hebben dit jaar al meer dan 2000 bloemstukjes gemaakt. En met zo'n bloemetje maak je heel makkelijk contact. Want het is soms heel erg moeilijk om zomaar aan de deur te bellen en te zeggen van goh, buurvrouw, bent u thuis voor een kopje koffie? Want dat is vaak toch een drempel. Ja. Maar met een bloemetje maak je veel makkelijker contact. Ja, heel duidelijk. Ja. In het juryrapport staat dat Tulpen uit Rotterdam nieuwe verbindingen creëert tussen mensen. Met de inzet van heel veel vrijwilligers. Hè? Klopt. Dat is ook een belangrijk element. En dat project draait nu al 5 jaar met hele geringe middelen.
Dus jullie kunnen die 5000 euro heel goed gebruiken. Heel erg goed zelfs, ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. En ik ga nu een loodzwaar beeld voor je pakken. Let op. Kijk, de breuklijnen en de mensen die dwars door die breuklijnen contact maken. Alsjeblieft. En deze mag je ophangen. Waar ga je die ophangen? Ik denk in het buurthuis, het noodspandje. Oké, prima. Neem hem straks maar mee. Ja. Deze mag je hier ook laten als je wil. Ja, ja. Laat hem niet vallen. Ja. Ja, dan is nu het woord aan de kunst van het ongelukkig worden aan Dirk de Wachter. Zijn. Sorry. Ja. Dat is niet zo moeilijk, wij zeggen. Maar even als introductie, Dirk de Wachter is psychiater en psychotherapeut. Hij is hoofd van systeem- en gezinstherapie van het psychiatrisch centrum van de Katholieke Universiteit Leuven. Dat klopt allemaal, toch? Nou, laat ik maar gewoon van wal zeggen. Meneer de Wachter, aan u het woord. Voelt u zich een beetje thuis in een kerk eigenlijk? Oh, ja. Dank u. In mijn stamboom, zijn er priesters tot in het begin van de 19e eeuw. Maar die konden toch... Ik ben de eerste generatie dat er geen priesters meer zijn. Echt waar? En het is een psychiater geworden. Voilà. Dat heeft veel overeenkomsten? Wat zegt u? Heeft dat veel overeenkomsten? Ik zal het daarover hebben. Daar zijn verschillen. Okay. Maar eerst... Kijk... Vandaag is een heel speciale dag voor Rotterdam, denk ik. En er is maar één Rotterdammer die ik een beetje ken. En dat is Jules Deelder. En dit is de eerste nacht sinds heel, heel vele jaren dat er geen burgemeester zal zijn in Rotterdam voor de nacht. En daarom begin ik met een gedicht van Jules Deelder. Heel kort. De dood. De dood is hier, de dood is daar, de dood is ver, de dood is na. De dood is punt, de dood is uit, de dood is kut. Ik ben geen dichter, ik ben een psychiater. Waarom wordt een mens psychiater? Waarom in zemelsnaam psychiater? Ik weet niet dat er veel psychiaters in de zaal zijn, maar waarom dat beroep? Dat is een heel verhaal. Toen ik een kleine jongen was, van een jaar of 8, toen wou ik voetballer worden. Vele kleine jongens dromen van een voetbalcarrière. En ik ook. Mijn grote held was... Het was voor Johan Cruijff en alle Nederlandse voetballers. Het was de tijd van George Best. Lang voor uw tijd. Allemaal jong, zie ik. Maar er was een probleem. Ik kon niet voetballen. En dat bleek voor een voetbalcarrière een nadeel. En ik was daar een beetje ongelukkig over. Als kleine jongen was ik een beetje ongelukkig, want op school werd er heel veel gevoetbald. Voetballen was eigenlijk... Een must voor kleine jongens. Ik zat op een school met alleen jongens. En ik was een beetje ongelukkig. Maar wat later, toen ik een jaar of 12 was, dacht ik... Weet je wat, ik word muzikant. Muzikant leek mij ook wel leuk. Die hadden ook lang haar. En ik ging naar de muziekschool en ik speelde gitaar. Klassieke gitaar.
Maar er was een probleem. Ik had geen muzikaal talent. En dat bleek voor een muzikantencarrière een nadeel. En ik was daar een beetje ongelukkig over. En ik dacht, wat moet ik nu doen met mijn leven? Ik kan niet voetballen en ik kan geen muzikant worden. Wat moet een mens dan eigenlijk? Maar ik groeide nog op. En toen ik een jaar of 15 was, zo, dan had ik het gevonden. Ik dacht, ik wil kunstenaar worden. Ook lang haar. En ik kon heel goed tekenen. Dat was nu wel zo. Echt een beetje onbescheiden om te zeggen, maar ik kon zeer goed tekenen. Dus ik ging op heel jonge leeftijd, ik was maar 15, 16 jaar, ging ik naar de kunstacademie. Tussen allemaal volwassen mensen, soms al een stukje ouder. En na enkele, het was wel heel bijzonder, omdat ik kom uit een klein dorp. En ik zat in een jongensschool en ik zat in jeugdbeweging met alleen jongens. En in die kunstacademie werd er getekend naar levend model. Ik dacht, dit is een goede plek. Maar na enkele weken komt de leraar, die een bekende kunstenaar was, die komt bij mij en die zegt, Dirk, stop nu toch eens met zo mooi te tekenen. Mooi tekenen is iets helemaal anders dan kunst. En daar stond ik dan. Nu kon ik eens iets en het was weer niks. Dus ik kon niet voetballen. Ik kon geen muzikant worden. Ik kon geen kunstenaar worden. Ik kon niks eigenlijk. En ik was daar ongelukkig over. Een beetje ongelukkig. En dan had ik een groot geluk. Chance, zoals wij zeggen. Chance. Ik had het geluk dat ik in een familie terecht ben gekomen, door geboorte. Een familie waar ik graag gezien ben. Het was daar niet perfect, hoor. Bij lange niet, hè. Trouwens, let op voor perfecte families. Maar ik werd graag gezien. En mijn moeder zaliger, mijn moeder zei, het is niks, jongen. Als je niks kunt, ga dan maar gewoon studeren. En dan ben ik gaan kijken, wat is nu het langste dat men kan studeren? En dan heb ik geneeskunde gedaan, neurologie gedaan, psychiatrie gedaan, ik heb psychotherapie gedaan. Ik ben gaan promoveren in Amsterdam, overigens. En ik ben eigenlijk nog maar net afgestudeerd. Maar zo wordt een mens dus psychiater, en dat is eigenlijk de kern van mijn betoog een beetje, hè. Dat is dat een beetje ongelukkig zijn soms de drive kan zijn voor een mens zijn leven. Als we durven die tekorten, die lastigheden leven, dan komt het wel goed. Er is geen mooier beroep op de wereld dan psychiater te zijn. En nu zitten bij mij op de consultatie voetballers, muzikanten, kunstenaars. En zij zeggen, wat moet ik toch, dokter? En ik zeg, ja, ik weet het ook niet. Goed, wat is het vertrekpunt van mijn discours? Dat is dat wij hier heel goed leven. Wij leven in een heel, heel goede wereld. Ja? Dit, op deze plek van de aarde, maar ook in deze tijd, het is nog nooit zo goed geweest. En dat gaat over de materiële omstandigheden, maar dat gaat ook over de sociale omstandigheden. Ja? Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid hebben we het zo goed gehad. Laat dat duidelijk zijn. Ik ben geen cultuurpessimist. Hè? Ik ben geen apocalyptisch denker. Het is hier goed. Het is goed leven. Maar tegelijkertijd heb ik te veel werk. Het is een heel mooi beroep, psychiater. Er is maar één nadeel. Veel te veel werk. En ik denk, wat is er aan de hand? Hoe komt het toch dat een maatschappij die het zo goed stelt, zo'n nood heeft aan psychiatrische hulp? Psychotherapeutische hulp, wachtlijsten overal. Raar. En dan kom ik tegen dat mensen bij mij zitten en dat ze zeggen, dokter, en dat, dan ben ik natuurlijk blij na een gesprek van een uur, zeggen mensen vaak, in alle onbescheidenheid weer, dokter, nu heb ik een goed gesprek gehad. In geen jaren heb ik zo'n goed gesprek gehad. Dan denk ik, dat is niet goed. Dat men alleen bij mij tegen betaling kan spreken over verdriet en over lastigheid. Daar denk ik over na. Dan denk ik, wat is er aan de hand met onze maatschappij die het zo goed heeft en tegelijkertijd blijkbaar geen plaats vindt voor het verdriet, voor het tekort,
voor de lastigheden, voor de moeilijkheden. Dat is het vertrekpunt. Ja? En dan denk ik denk dan na en dan denk ik, zou het kunnen dat we te zeer streven naar geluk uitvergroten als een onmogelijk gegeven? Dat is de hypothese. Ja? Dat we zo gefocust zijn op gelukkigheid als levensdoel, dat het wel moet mislopen. Dat denk ik dan. Dat kan verkeerd zijn. Laat dat duidelijk zijn dat ik hier de waarheid niet sta te verkondigen. Als u het niet daarmee eens bent, is dat geen probleem. Ja? Maar ik denk daarover na. Ik denk van, zou het kunnen dat ook onze definitie van het geluk, die nogal hedonistisch is, genieten, genieten, leuk, leuk. Vooral in Nederland, leuk, altijd leuk. Vermoeiend ook op de duur. Zo. Dat tot mislukken gedoemd is. Vooral omdat dat geluk dat heel consumptionistisch, heel oppervlakkig, heel kortdurend is ingevuld, dat een geluk is dat wij, verkeerdelijk denk ik, zelf maken. Het lijkt alsof we verantwoordelijk zijn om dat geluk te maken, waardoor dat de mensen die niet gelukkig zijn, die ongelukkig zijn, die verdrietig zijn, bij mij zitten en zeggen, dokter, wat moet ik doen? Ik voel mij niet goed. Het is mijn schuld. Het ongeluk wordt een schuld als het geluk verdienste is. Maar we leven in een soort meritocratische, autonome maatschappij waarin dat het geluk van het individu een soort van prestatie is, een soort van succes. Zo. En dat vind ik lastig. Ook omdat dat succes ongebreideld altijd maar meer en meer lijkt te moeten zijn. Dat vind ik lastig. Dus ik wens eigenlijk de ongelukkigen de hand te reiken. En dat kan toch ook maar als we een beetje nadenken. Als we gelukkig zijn. Ik ben zelf een gelukkig mens, laat mij bekennen. En dat komt omdat ik geboren ben in een land zonder oorlog. Daar heb ik wel chance mee gehad. Ik had daar niks voor gedaan, want ik wist dat natuurlijk niet. Ik had daar niet voor ingeschreven. Ik werd geboren en na verloop van tijd keek ik rond. Ik zeg van, tja, er is geen oorlog, dat valt wel mee. Er was ook geen hongersnood, geen kindersterfte. Ik kon naar school gaan. Dat was wel chance, want ik kon niks anders. Ik kon naar school gaan. Ik heb daar... En dan, zoals gezegd, het grootste geluk. Ik kwam terecht in een gezin waar ik graag gezien ben. Dat is allemaal geluk in de vorm van chance. Dat is geen prestatie. Belangrijk gegeven. De westerse mens, vind ik, is te weinig dankbaar voor het grote geluk dat hem gewoon toevalt. Als een soort, als we dat in deze contraien mogen zeggen, als een soort goddelijke genade. Of, in een andere zaal, als een noodlottig toeval. Je ziet, ik pas mij een beetje aan naar gelang de omstandigheden. En dat ongelukkig zijn, dat komt zoveel voor, blijkbaar, dat door psychiatrisch is opgepikt en dat een nummer krijgt, een diagnose. Het boek van de diagnoses is de laatste 30 jaar, zolang ik psychiater ben, verdubbeld in volume. Overal diagnoses. Iedereen heeft wel iets. Op de duur gaan we een zelfhulpgroep moeten maken voor de mensen die zo niks hebben. Die zitten daar en zeggen, wij zijn ongelukkig, want wij hebben zo niets. Zij kunnen dan vlug aansluiten bij de groep van de depressie. Het lijkt alsof het overal psychiatrische diagnostiek moet zijn om het ongeluk plaats te geven. En zo heb ik te veel werk. Laat me nu niet cynisch zijn. Al deze mensen zijn zeer welkom bij mij op mijn praktijk. Dus ik vind niet dat mensen, dat gebeurt dan met dit soort praatjes, dat mensen dan op mijn raadpleging komen en zeggen, mag ik wel komen, dokter? Is het wel erg genoeg? Dan zeg ik, wees welkom, vertel. Dus het is geen afstoten van mensen met een probleem. Het is het maatschappelijk integreren van mensen met een probleem. Want, wat is nu het probleem? Kijk, dat ongelukkig zijn en dat lastig zijn, dat is eigenlijk, men zou denken, oei, wat een triestig discours is dat nu. Vandaar dat ik vroeger dacht, men nodigt mij altijd maar één keer uit. Maar
het is geen triestig discours. Het is zo dat het ongelukkig zijn, het lastig hebben, de tristesse, de moeilijkheden, dat dat de wezenlijke verbinding vormt tussen mensen. Dat is mijn stelling. Het is eigenlijk dus een mooi idee dat het is omdat we ons af en toe niet goed voelen, dat we een grote nood hebben aan iemand anders. Moesten we ons altijd goed voelen, stel nu, hè, dat we als een soort gekloond, gevoelloos wezen ons altijd goed voelen, dan zouden we geen anderen nodig hebben. En dan zou de maatschappij uit elkaar vallen. Het is omdat we ons af en toe slecht voelen, dat we een grote nood voelen aan de ander, denk ik. Dus het is eigenlijk, het is raar om te zeggen hoor, het is eigenlijk nog niet zo slecht dat we ons af en toe wat minder goed voelen, want dan kunnen we bij anderen terecht. Daar moet de psychiater voor zijn natuurlijk, hè, om zoiets te zeggen. Ja. Mijn vrouw zegt dan, wat zeg je toch allemaal? Dus ja, dat is dan, het is om te twitteren dat. Hè. Dus ik denk dat een beetje, ik pleit natuurlijk niet voor veel ongeluk en miserie, maar het gewone leven van ons allemaal, wij, gelukkige mensen, laten we daarvan uitgaan, dat we af en toe, ik hoop dat ik nu niemand beledig, ons een klein beetje minder goed voelen. Ja? Met de gewone dingen van het leven, hoor. Met onze knie die het niet meer zo goed doet en we kunnen maar een halve marathon meer lopen, bijvoorbeeld. Ja? Of we worden gewoon een beetje ouder, of onze geliefde doet wat raar. Of onze kinderen doen niet wat we gedroomd hebben. Dat gebeurt vaak toch, hè? Ik zeg altijd, ja, maar als uw kinderen doen wat u gedroomd heeft, dan moet u dringend bij mij op consultatie komen. Dan is er een probleem. De gewone lastigheden van het leven horen bij het aardse leven. Dat kan niet anders. En dat kan geen kwaad, want dan hebben we elkaar nodig. Maar wat is het probleem van onze samenleving? Dat is, denk ik, dat de westerse samenleving, dat is Picasso, ik neem altijd ook iets mee om naar te kijken, dan hebt u dat toch al gehad. Hè? Ja? Dus de verbrokkeling van het sociale weefsel is een probleem in de westerse samenleving, denk ik. Ik denk dat de westerse mens zo erg inzet op de autonomie van het individu, op het ikkige, op het zelfrealiseren, op het helemaal alleen alles kunnen, zo gezegd, dat de verbinding onder druk staat. Dat is mijn gedachte. Maar natuurlijk, ik praat hier, dat is toch altijd zo frustrerend, ik praat hier voor het verkeerde publiek. Nou ja, jullie zitten hier geëngageerd in samenlevingsinitiatieven. Het is het verkeerde publiek, mijn excuses daarvoor. Maar als u dat morgen wil vertellen aan de anderen die hier niet zijn, dan komen we vooruit. Dus verbinding is essentieel voor de mens, omdat de mens een verbonden sociaal wezen is. En als die verbinding lost, als het sociale weefsel verkruimelt, minder hecht wordt, dan zitten we met een probleem, want dan kan het verdriet niet weg. Dan kan het niet gedeeld worden. Dan is er niemand om tegen te spreken voor wat tegenslag en lastigheid. Alleen de psychiater. En die heeft lange wachtlijsten. Dan moet je heel lang wachten totdat je er ziek van geworden bent. En dan zegt de psychiater, ah, het is goed dat je komt. Ja? Dus dat is het probleem van de... Dat is allemaal filosofie, dat is voor de lange versie. Maar toch iets over Sartre. Toen ik een kleine... jongen was zo, en dan een grotere jongen, en voetballer en muzikant enzovoort. Dan las ik veel filosofische literatuur. En in de jaren 70, toen ik opgroeide, was Sartre een bekend filosoof. Existentialist. Hè? L'être et le néant. Onbegrijpelijk, maar goed. En hij schreef ook romans. Le Mur, La Nausée, toneelstukken. En in een van die toneelstukken, Wicklow. Daarin zegt het hoofdpersonage helemaal op het einde zo... L'enfer, c'est les autres. L'enfer, de hel, dat zijn de anderen. En ik denk na en ik denk, dit is niet juist. Dit is niet juist. L'enfer, c'est les autres, is niet juist. L'enfer, denk ik, in deze tijd, in deze maatschappij, de grootstedelijke westerse wereld... L'enfer, c'est le manque de l'autre. Dat is het niet hebben van iemand anders. De hel... is het niet hebben van iemand anders. Nog liever iemand om ruzie mee te maken dan niemand. Liefst iemand om graag te zien. Hè? Maar niemand hebben, eenzaamheid, er is heel veel onderzoek naar, eenzaamheid blijkt een groot probleem te zijn in een wereld waar we heel dicht op elkaar leven en elkaar niet kennen. Tenzij we een bloemetje schenken. Maar dus zeg het aan die andere mensen die hier niet zijn. Hè? Ik dacht, ik ga dat zeggen aan Sartre. En ik ga naar Parijs.
Ik ga Sartre opzoeken. Zo ben ik dan. En ik weet hem, ik weet waar hij is. Hij is dood, maar dat stoort mij niet. Ik laat mij daar niet door tegenen. Dus ik ga naar het graf van Sartre. Het is in de Cimetière Montparnasse. Ik weet niet dat u Parijs wat kent. Er zijn prachtige, prachtige begraafplaatsen in Parijs. Père Lachaise kennen vele mensen. En er zijn er nog andere, wat kleinere. Onder andere Montparnasse. Heel mooi om daar te zijn. Heel stil ook. De doden zijn stil. En ze krijgen ook niet veel bezoek eigenlijk. Dus ik loop daar in de Cimetière Montparnasse en ik groet mijn oude vrienden. Zoals Charles Baudelaire of Camille Saint-Saëns, ja, Stefan Hessel, Joris Karl Wismans. Al die grote namen, die liggen daar allemaal. Ik groet die allemaal. En ik ga naar Sartre en ik zeg, maître, excusez-moi, vous n'avez pas raison. U hebt geen gelijk. L'enfer, c'est le manque de l'autre. Zeg ik met nadruk. En ik schrijf het ook op een metrokaartje, zo'n geel metrokaartje in Parijs. En ik leg het op zijn graf, daar liggen nog metrokaartjes met een steentje op zo. Ik zeg, voilà. En nu moet u mij geloven op mijn woord. Het is echt waar. Jean-Paul Sartre, de grote Franse filosoof, heeft niets teruggezegd. Dus ik dacht, voilà, hij geeft mij gelijk. Nu heb ik wel wat vrienden in Parijs nog. Ik heb daar een stukje mogen studeren. Chance. En die Franse filosofen, dat is wel een speciaal volkje eigenlijk. Die zeggen van, wat is niet waar? Hij geeft u helemaal geen gelijk. Hij zegt niks meer de laatste jaren. Omdat Simone de Beauvoir, zijn geliefde, bovenop hem gelegd is. Sindsdien zwijgt hij. Oh, kijk, ja. Maar ik wil toch graag geloven dat ik wat dat betreft een punt had. L'enfer, c'est le manque des autres. Het niet kunnen delen van verdriet is de hel. Niemand hebben. En dat is dus geen apocalyptische term of zo. Het is aandacht voor verbinding. Ik denk dat we daar moeten op inzetten als moderne maatschappij. Vervlakking. Ceci n'est pas une pipe. René Magritte, daarvoor moet u naar Brussel, hè? Voor Picasso moest u naar Parijs, hè, die naar Brussel. Ceci n'est pas une personne. Dat is ook een probleem, dat het verdriet en de lastigheid en het tekort en de moeilijkheid van het leven wordt gepsychiatriseerd, zoals gezegd. Maar binnen de psychiatrisering wordt het verdriet verbreind. Verbreind. Gecerebreerd. Verswaapt. Mensen komen met verdriet en zeggen, geef mij een pil. Voor dat verdriet. Dan zeg ik, ja, maar laat ons eens praten over het verdriet. Ik heb geen tijd om te praten, dokter. Geef mij een pil en vlug. Dan denk ik, kijk, het verdriet van de mens, natuurlijk heeft dat met het brein te maken. Natuurlijk zijn daar processen in het brein. Natuurlijk is soms medicatie noodzakelijk voor heel groot verdriet dat zo ernstig is dat het niet meer kan verteld worden. Natuurlijk. Maar laat ons alsjeblieft rekening houden met het verhaal van de mens, met zijn psychologie. De mens is een lijf dat spreekt. En die woorden moeten we plaatsgeven. Verdriet moet bewoord worden. Ik kom daar nog op terug. Dus pillen als oplossing voor verdriet en als enige oplossing voor verdriet is een kwalijke evolutie van de psychiatrie en van de maatschappij. Laten we luisteren. En praten. En dan is er, speciaal voor de mens, is er nog meer dan het verhaal. Er is het metaverhaal, het filosofische stuk. De mens, het menselijk dier, weet van zijn sterfelijkheid. Weet dat hij, en daardoor, zum dode zijn, hè, daardoor denkt de mens na en zegt hij, oh, dit leven moet iets betekenen. Ik denk dat de zin van ons bestaan voortvloeit uit onze sterfelijkheid. De hond heeft dat niet. Als u aan uw hond vraagt, wat is de zin van het bestaan? Enfin, u moet dat vanavond dan doen, maar die gaat dat niet weten. Die gaat zeggen, woef. Dat is het verschil tussen mens en dier. Voor de rest zijn de verschillen niet altijd zo groot. Frans de Waal heeft daar prachtig onderzoek op gedaan. Maar de zin van het bestaan is nogal menselijk. En bij verdriet en lastigheid en moeilijkheden komt die zin van het bestaan ongelooflijk naar voren. Mensen zeggen mij, dokter, waarom?
Waarom moet mij dat overkomen? Waarom gebeurt dit nu? Waarom moet ik ziek worden? Waarom moet mijn geliefde weggaan? Waarom wil mijn kind mij niet meer zien? Waarom moet mijn knie niet meer kunnen, zodat ik geen marathon meer kan lopen? Waarom, dokter? En ik weet dat natuurlijk niet. Er is geen antwoord op die vraag van waarom. Dat zijn metadenkende dingen. Wat is de zin van het bestaan? En er is nog een vakje daarboven. Dit is de juiste plek om daarover te spreken. Het vakje waarvan man niet spreken kan. Dat wat niet begrijpelijk is. Dat wat niet geweten kan worden. Dat wat compleet boven ons verstandelijk vermogen uittroont. Wat vroeger, en nog maar een klein beetje, door het religieuze werd ingevuld. Het spirituele, het mystieke, het compleet niet wetende, het kosmische, zo u wil. Hè? Dat is een hele moeilijke in deze tijd. Het is een heel rare hoe dat wij het mystieke zijn gaan wegzetten als oudbollig, ouderwets, en hoe we tegelijkertijd, ik zie dat heel vaak, op zoek gaan, heel dringend op zoek gaan naar dat hogere, dikwijls in rare ideeën van verre streken. Heel raar hoe we het bidden zijn verleerd en allemaal de mindfulness beoefenen. Merkwaardige evoluties zijn dat. Hè? Ik heb niks tegen de mindfulness. Hè? Maar het is merkwaardig hoe dat we eigenlijk de nood aan dat soort contemplatief verbonden zijn met het niet weten, dat we dat weggesmeten hebben en daar toch een grote nood aan hebben, denk ik. Denk ik allemaal. Hè. Niet weten. Voilà, hechting, een heel belangrijk stuk. Dit is een werk van Louise Bourgeois. Louise Bourgeois is een van de grootste vrouwelijke kunstenaars van de 20e eeuw. Geboren in Parijs, maar altijd gewerkt in New York, in de Verenigde Staten. Werkt heel vaak met textiel. Thema's zijn heel vaak vrouwelijkheid en moederschap en hechting ook, attachment. Prachtig werk. Er is nu een tentoonstelling van Louise Bourgeois in Museum Voor Linden in Den Haag. Een aanrader, niet zo ver. Als u daar niet geraakt, moet u naar Londen. In de Tate Modern is een zaal van Louise Bourgeois. Hechting. Cruciaal voor de mens is het gehecht zijn aan zijn medemens. Dat komt omdat als wij geboren worden, wij allen, zijn wij niet klaar om te leven. Dat is met sommige dieren anders, met de hogere zoogdieren ook een beetje, maar met de mens heel erg. De mens is het minst klaar om te leven van alle dieren. Het kleine kindje dat geboren is, kan niet leven. Dat moet gevoed worden, dat weet u wel, maar moet ook gekoesterd worden. Dat dreigen we te vergeten. Het mensenkind moet gebaarmoederd worden. We worden te vroeg geboren. We zijn nog niet klaar om uit die baarmoeder te gaan. En dus moeten we vastgepakt worden, gekoesterd worden. Wombing, attachment, vel voelen, huid voelen. Dat is heel, heel, heel erg cruciaal. En we vergeten dat. We geven elkaar de hand, zo. Hoe gaat het met u? Ook in de zorg. En verdriet en tekort en moeilijkheden en lastigheden hebben nood aan koestering. Moeilijk, hè? In tijden van Me Too. Wat zegt die man allemaal? We moeten elkaar vastpakken in tijden van Me Too. Ik denk het wel. Uiteraard ben ik een absoluut sta ik achter die Me Too-beweging die aandacht vraagt voor het misbruik van lichamelijk contact. Maar ik denk dat Me Too-daders, om dat nu zo te noemen, mensen zijn met een ernstige hechtingsproblematiek, die niet geleerd hebben om op een wederkerige en zinvolle en respectvolle en voorzichtige manier met lichamelijkheid en seksualiteit om te gaan. We moeten onze kinderen leren dat intimiteit en vel voelen en vastpakken noodzakelijke menselijke eigenschappen zijn die we moeten koesteren, denk ik. Uiteraard voorzichtig en naar gelang de omstandigheden en wat en hoe. Maar dat komt uit die hechting, denk ik. Dus mensen in verdriet vastpakken kan soms heel goed doen. Weet, als u naar uw bejaarde ouders gaat, die het allemaal niet meer misschien een beetje vergeten zijn, pak ze vast. Dat is ongelooflijk wezenlijk. Voor de vastgepakte, maar ook voor de vastpakker.
zo mekaar gehecht kunnen voelen, is wezenlijker dan eender wat zo. Dat is op een existentieel diep niveau, denk ik. Hè? Taal, spreken. Het is Hopper, A Hotel Room in New York. Hopper, de schilder van de eenzaamheid. Hè? We moeten spreken. We moeten over verdriet spreken. Het lijkt alsof we dat dus niet durven. Dat we alleen maar op Instagram foto's zetten van partytime en plezantigheid en vakantie en feestjes. En op zichzelf mag dat. Maar ik denk dat we ook moeten durven spreken over tekort, verdriet, mislukking, lastigheid. De dingen die niet perfect zijn, die niet succesvol zijn, die niet goed zijn. En dat doen we niet. We lijken ons soms af te schermen achter het scherm. Soms letterlijk zitten we achter het scherm, het computerscherm, onze vrienden op Facebook te typen, die we niet zien. Dus ik denk dat we moeten spreken. Nu, jullie Nederlanders, laat mij maar bekennen, zijn beter in het spreken dan de Vlamingen. Wij spreken slecht over verdriet. Wij zwijgen. We kijken naar de grond. Jullie spreken beter. Echt waar. Laat dat een compliment zijn. Maar ik ga natuurlijk weer kritisch zijn. In het luisteren zijn jullie al even slecht. Mensen moeten spreken over hun verdriet, maar er moeten natuurlijk mensen zijn die daar aandacht voor hebben, die luisteren, die de tranen in de ogen kunnen zien en die zeggen, hoe gaat het met u? En ook als er niks gezegd wordt, nog eens terugvragen, hoe gaat het met u? Laten we eens afspreken en samen zitten en elkaar vastpakken en nog eens vragen, hoe gaat het? De Vlaming zwijgt en kijkt naar de grond, de Nederlander tatert. We moeten luisteren, denk ik. Denk ik allemaal. Hoe kunnen we luisteren? Dus ik ben bezorgd. Ik denk dat verdriet woorden nodig heeft om ergens plaats te kunnen hebben in het leven. Het is natuurlijk de psychotherapeut die spreekt, maar ik zie, verdriet is een heel mooi boek verschenen. Verdriet is een ding met veren. Misschien kennen ze van Porter, Max Porter, een Britse schrijver. Maar ik maak het beeld, verdriet is een ding met stekels. Een stekelig ding. En in het begin van een verlies, bijvoorbeeld de dood van een goede vriend of de dood van een geliefde, steekt dat ding pijnlijk, tot bloedens toe. De stekels gaan in de huid en doen ongelooflijk pijn. En dan vraagt men aan de psychiaters, neem dat verdriet weg of verdoof dat en geef pillen. En ik denk, soms kan het niet anders hoor, maar het is net nog beter als we kunnen het verdriet zwachtelen. De stekels zwachtelen en omwindelen. En heel de tijd maar terug met woorden en zinnen kunnen ontstekelen. Dat bestaat niet, dat woord, maar van zoiets. Hè? Ja? Ontstekelen met woorden en zinnen. Laten we spreken. Huh? Mijn man is gestorven, zegt een vrouw. En ik kan er niet mee leven. Geef mij een pil. Dan zeg je, ja, laat ons eens spreken over uw man. Maar dat doet zo'n pijn. Het was goed met mijn man. Ik heb hem graag gezien. Laten we samen spreken over wat goed geweest is. En dat doet pijn. En dat is lastig. Maar we zwachtelen. En we zwachtelen het verdriet. We zwachtelen het heel de tijd door te vertellen over het leven. En het goede leven. En het misschien ook een beetje soms lastige leven. En we zwachtelen. En zo kunnen we dat verdriet voor altijd meenemen. Ik denk dat verdriet, groot verdriet ook, dat we dat moeten leren meenemen, ontzwachteld. Niet meer stekelend, maar meenemen. Ik heb een goede vriend, die, dat is verschrikkelijk hoor, maar die zijn kind verloren is. Toen zijn zoon 15 jaar oud was, werd hij door een auto met de fiets doodgereden. Vluchtmisdrijf. Verschrikkelijk. Erger bestaat niet, hè? En die zegt, het is ondertussen 10 jaar geleden, die zegt, ik wil het niet vergeten. Ik wil het bijhouden. Ik wil het verdriet ook bijhouden. Ik wil het nooit vergeten. Het ergste dat er kan gebeuren is dat ik het vergeet. Ik wil zijn stem nog horen in mijn hoofd. Ik wil nog verdrietig kunnen zijn. Ik wil bij momenten, als ik alleen in de auto zit, zegt mijn vriend, wil ik nog heel verdrietig kunnen zijn. Ik wil dit niet kwijt. Ik denk dat dat een heel mooie houding is om het graag zien ook te behouden. Dus het is raar, hè? Verdriet. Mijn kinderen zeggen, papa is een verdrietdokter. En dat vond ik een mooie term eigenlijk. Ja? Woorden.
Hoeveel tijd zou er nog zijn? Alsjeblieft. Oké. Existentie. Dit is het zwarte vierkant van Malevich. Daarvoor moet u naar Sint-Petersburg. Ik laat een beetje reizen ook. Hè. Ja. Maar het is toch merkwaardig hoe die kunstenaars hun tijd vooruit zijn. Nu hangt dit in elke woonkamer. De flatscreen. En die man die schilderde dat in het begin van de 20e eeuw. De radio was nog maar net uitgevonden. Dat is visionair, kunstenaars. Visionair. Nu heeft iedereen dat. Maar u ziet het, meestal, het staat meestal op en er wordt gekakeld en er allerlei kleuren en lelijke dingen. Maar dus als u het gewoon uitzet, dan hebt u thuis een Malevich. Verdriet, en dat is een hele moeilijke ook voor onze cultuur, verdriet heeft tijd nodig. Dat kan niet anders. Dat is eigen aan de menselijke psychologie. Het verdriet, mensen zeggen van, ik ben zo triestig, dokter, geef mij iets dat ik er vanaf ben. Dan zeg je, ja, maar dat gaat niet. Of dat is zelfs niet goed. We moeten tijd nemen. Hè? Wederom, zum Tode sein, wederom Heidegger, de foute filosoof, de foute filosoof, maar over de tijd wist hij wel wat te zeggen. Hè? Als we niet meer tijd nemen, dan dreigen we te ontzijn. Sein und Zeit, sein ist Zeit. De wezenlijkheid van ons bestaan zit hem in het verstrijken van de tijd. En wij doen maar door en we zijn maar bezig. En door onze dadendrang, door ons onstuimig bezig zijn, dreigen we het zijn te vergeten. En wat is nu het raar? Dat is dat in het verdriet het zijn verschijnt. De existentie, het waar, de zin van het bestaan. He, daar, dus eigenlijk is verdriet, maar ik pleit niet voor groot verdriet, he, maar is het de lastigheid van het leven, de tekortigheid, een uitnodiging om te zijn. Liefst gedeeld met anderen, om dan de wezenlijkheid van het bestaan te kunnen leven, te kunnen voelen. Raar, hè? Omdat heel die psychiatrie ook zo bedoeld is om snel en efficiënt van klachten af te zijn. En ik versta dat ook wel. Maar eigenlijk is dat niet goed. Eigenlijk moeten we die klachten ook een beetje tijd geven en kunnen koesteren. Goede geneeskunde, ik geef les aan studentengeneeskunde, is een van de belangrijkste dingen van goede geneeskunde is wat men noemt watchful waiting. Watchful waiting. Dat betekent aanwezig zijn, verbonden zijn, gehecht zijn, aandachtig zijn. Heel belangrijk gegeven, aandachtig zijn en wachten. Hoopvol wachten. Het komt in orde. Een soort fundamentele overtuiging. Het komt in orde en we zijn erbij. Heel moeilijk. In de geneeskunde ook die resultaten wil boeken en fantastische prestaties wil leveren. In de psychiatrie en ook in de huisartsgeneeskunde toont zich een geneeskunde van bescheidenheid en van geduld. Ja? Heidegger schrijft in de Holtzwegen is een later werk van Heidegger, nogal onbegrijpelijk, maar hij schrijft op bepaalde bladzijden dat de essentie van het bestaan zit hem in das Warten ohne Erwartung. Het kunnen wachten zonder resultaat. Het wachten aan zich. En dat vond ik natuurlijk mooi, want mijn naam is De Wachter. Dus daarin bleek dat ik eigenlijk de essentie van het bestaan vertegenwoordigde. Dat vond ik wel heel bijzonder. Zo. Ja. Maar kunnen aanwezen... Ik denk de essentie van de liefde bijvoorbeeld ook. Van de liefde en de vriendschap en de hechting. Dat is hoe kunnen wij... blijven als het moeilijk gaat. Niet weglopen van de lastigheid. Het is een hele moeilijke in deze wereld die zo inzet op de leukigheid dat de lastigheid eigenlijk storend is. Terwijl ik denk dat de lastigheid een uitnodiging is tot verbinding en tot het ware zijn. En dat is geen pleidooi voor meer lastigheid. Er is er genoeg vanzelf. Maak u geen zorgen. Het is ook geen pleidooi om niet meer naar de psychiater te gaan. Nee. Het is een pleidooi om ook mekaars psychiater wat te zijn. En geduldig aanwezig te blijven in lastige tijden. Zonder dat er onmiddellijk voor directe, concrete oplossingen kan gezorgd worden. Dat is vaak niet. In verdriet is dat vaak niet. Want verdriet heeft tijd nodig. Dat kan niet anders. Ja?
Zo een van die contemplatieve werken, stilte. We leven, zoals al gezegd, in heel luidruchtige tijden. Er is overal lawaai, er is overal prikkeling. Zeker met die nieuwe media. Overal krijgen wij berichten. Overal worden wij, ons neurologisch systeem, van jongs af aan, als kleine kinderen, al worden overrompeld met prikkelingen. Met geluid, maar met visuele prikkels, met allerlei prikkelingen. En we hebben ons brein, als we het toch zwabend moeten uitdrukken, ons brein heeft nood aan rust, natuurlijk. Maar er is altijd wat. Het is soms wat te veel. Ja? Dus we hebben nood aan stilte, denk ik. Hè? En die stilte, dat is een commerciële toestand geworden. Dan gaat men stilte weekends organiseren in dure resorts, waar men in bubbelbaden dan borrelt en waar alleen de klop, de tok van het golfballetje de stilte kan doorbreken. En dat is denk ik niet... Om dan maandag, bij de nieuwe week, met veel poeha en veel lawaai, aan de raad van bestuur het ontslag van 500 werknemers te kunnen mededelen. Ja. Dat is natuurlijk dat is een stilte die ergens alleen maar nog meer lawaai dient. Dat bedoel ik niet. Ik denk dat we zouden moeten kunnen stilte, en dan bedoel ik dus prikkeltempering, inweven in ons dagelijkse gewone bestaan. Zo denk ik. Niet in een speciaal weekend, apart, gedissocieerd, maar in het gewone bestaan. Hoe kunnen we een beetje rustig aan doen? Het is ook niet makkelijk. Ik denk dat de oplossing voor het bestaan is, hoe kunnen we een beetje rustig aan doen? Hoe kunnen we ook in het werk gewoon eventjes een pauze nemen, een tasje koffie drinken? Ik mag natuurlijk niet, als dokter mag ik niet pleiten voor het roken, maar ik zie soms hoe mensen dan buiten staan en rustig een sigaretje roken en daarmee eventjes de rust hebben. Maar ik moet natuurlijk politiek correct zijn en zeggen, dat is niet goed. Hoe kunnen we roken zonder te roken? Zoiets. Zoiets moet het zijn. Onmachtig. De kunst van het leven zal toch ook zijn om de lastigheden te kunnen dragen, ook van elkaar. Het gaat altijd weer terug over het interactionele. Het is geen uitnodiging om in een soort passieve noodlottigheid achterover te zitten en de wereld te laten zijn. Nee, nee. Het is een uitnodiging tot engagement. Indignez-vous, engagez-vous, doe iets. Doe iets naar de ander. Dat is de essentie van het bestaan, denk ik. En doe dat ook, en dat is waar ik toe kom, in stilte. De essentie van het menselijk contact speelt zich heel veel af in stilte. Niet op Instagram, niet voor camera's, niet voor een grote zaal, mensen die allemaal kijken, maar in stilte, denk ik. Hè? Maar goed, ja, ik sta hier dan weer. Dat is allemaal zo moeilijk. De essentie van het bestaan kan goed samengevat worden in wat de Franse filosoof Levinas, een hele moeilijke filosoof, Emmanuel Levinas, in wat hij noemt la petite bonté. La petite bonté. Zelf heeft hij dat eigenlijk ook maar gehaald, zo gaat dat altijd, uit een boek, voor een stuk toch, uit het boek van Vassili Grossman, het boek Leven en Lot, waarin in het midden van dat boek, is een van de mooiste boeken van de 20e eeuw, in het midden van dat boek gaat het over het kleine goede. En ik probeer het wat uit te leggen, omdat het zo onbegrijpelijk is bij Levinas, probeer ik het wat uit te leggen in begrijpelijke termen. De kleine goedheid, dus de essentie van het zijn, ook in de omgang met verdriet, de kleine goedheid voltrekt zich van de een naar de ander en streeft ernaar mensen afzonderlijk tot hun recht te laten komen. Dat is heel wezenlijk en dat doen we niet altijd goed. Dat is dat hulp mensen tot hun recht moet laten komen. Levinas zegt, de hulpvragende ander, de mens in nood, komt uit den hoge. Die komt van boven. Die komt uit de hemel. En wij zeggen, wij kijken op en wij zeggen, wat kan ik voor u doen? Wat is er aan de hand? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Waarmee kan ik helpen? Wie zijt u? Wat wij dreigen te doen in de hulpverlening, in de westerse wereld zeker, is neerbuigend te zijn.
En vanuit een soort superioriteit te zeggen van kijk, ik ben groot en sterk en superieur en slim en wit en goed en straf en jong en alles super. En ik zal u helpen. He? Een soort hulpverlening ter opzwelling van het eigen ego. Terwijl de ware hulp de ander in zijn waardigheid zet. En dat wij hulpverleners in een soort bescheiden houding kunnen zeggen, ik bewonder u. Wat u doet, ondanks die grote tegenslagen die u meemaakt. Wat kan ik voor u doen? Een hele moeilijke, hè? Ik kan dat hier zo wel zeggen, maar dat is natuurlijk een dagelijks worstelen met een contra-intuïtief gegeven. Hoe kunnen we hulpverlening niet verkleuterend, kleinerend, ontwaardend maken? Dat is niet zo makkelijk. Dat vergt wel wat aandacht. Om dat te kunnen doen, zijn er individuele gewetens nodig, wij allen. Individuele gewetens die tot in hun affectiviteit gevoelig zijn en kwetsbaar zijn voor het leed en de nood van de ander. De ander met grote A altijd zo. Hè. Kwetsbaarheid en gevoeligheid zijn noodzakelijke menselijke talenten om maatschappelijk te kunnen bestaan. Het is ook een hele rare in een maatschappij die inzet op onkwetsbaarheid. Ik ben fantastisch. Ik kan alle tegenslagen aan. Ik ben straf. Ik kan het allemaal alleen dragen. Onkwetsbaarheid en ongevoeligheid lijken soms een doelstelling te worden. En dat is geen goede zaak. Er werd een boek geschreven, Fleur van Groningen, een boek over hooggevoeligheid. En dat boek had heel veel succes. Mensen zeiden van, ik herken mij daarin. En men vroeg aan mij, wat is het probleem van hooggevoeligheid? Ik zeg, er is geen probleem van hooggevoeligheid. Hooggevoeligheid is heel goed. Het zijn de ongevoeligen die het probleem zijn. Die moeten dringend op consultatie komen. Maar die komen niet. Die moet u morgen aanspreken. Die zijn hier niet. Hè? Gevoeligheid is nodig om elkaar te kunnen horen, om de stille tranen in mekaars ogen te kunnen zien. Zonder gevoeligheid zijn we ingebunkerde ikkigen, die niet weten wat er met de ander aan de hand is. En die op een ledige manier onszelf uithollen. Deze gewetens, die gevoelig en kwetsbaar zijn, deze gewetens dragen de wereld, ook al hebben hun daden geen magische kracht om de hele wereld en de hele geschiedenis te veranderen. Het gaat over ons, de zogenaamde dwazen. Het gaat over ons, de zogenaamde naïven, die in alle deemoed, zijn mooie woorden zo, deemoed, hè, die in alle deemoed de ander voor laten gaan. Gaat u maar, alsjeblieft, après vous, zegt Levinas. Dat is heel moeilijk. In een ikkige wereld die zegt, ikke eerst. Ik dring mij door eerst, want anders zijn de anderen voor. En dan mis ik alle kansen. Gaat u maar, alsjeblieft. Het adjectief klein in de kleine goedheid is betekenisvol en wijst op het concrete en het bescheiden karakter van deze goedheid. Het gaat over een goedheid die zich in heel concrete omstandigheden van de ene mens tegenover de andere voltrekt, zonder te wachten op een organisatorische structuur die oplossingen brengt. De kleine goedheid heeft niet de pretentie een totale goedheid te zijn en zo structuur te vervangen. Dat is wat we vaak doen. We vinden dat er veel misloopt met de wereld. Dat vinden wij hier. We hebben er allemaal ons gedacht over. En dat is niet goed, en dat is niet goed, en dat is niet goed. Vaak juist ook. En dan vinden wij dat anderen dat moeten oplossen. Het onderwijs moet dat oplossen. Artsen moeten dat oplossen. De politiek moet dat oplossen. De bankiers moeten dat oplossen. Iedereen anders moet dat oplossen. De migranten moeten dat oplossen. De Grieken, de Chinezen. Iedereen anders moet dat oplossen. De kleine goedheid zegt, wat kan ik doen? Dan zegt de mens, wat kan ik doen? Ik ben een kleine mens, wat kan ik doen? Maar ja, dat is het juist. De kleine mens in zijn kleine betekenisvolheid, want dat is het. De kleine mens, heel de wereld bestaat uit allemaal die kleine mensen, die allemaal ook als ze belangrijke functies lijken te hebben, die allemaal even klein zijn en intermenselijk zijn. En als we daar kunnen ergens iets veranderen, vanuit die bodemplaats, zo bottom-up, dan kan de wereld weer terug een beetje voort, denk ik.
De kleine goedheid is de goedheid van de nederige mens die in het besef van zijn eindigheid, zijn hoogmoed, achter zich laat en spaarzaam een klein beetje hulp kan bieden. De kleine goedheid, en daarmee eindig ik, kiest voor een partiële, een voorlopige, maar een heel, heel reële daad van barmhartigheid tegenover de unieke ander. Dank u. Dank u wel, meneer de Wachter. We hebben tijd voor vragen, als u dat goed vindt. Wie mag ik het woord geven als eerste? Lieke, jij? Ja. Oh ja, bedankt voor uw lezing. Ik vroeg me af, waarop baseert u dat mensen vooral elkaar opzoeken in verdriet? Ik heb zelf ook heel erg de ervaring dat ik mensen nodig heb als ik heel blij ben. En als ik dingen heel mooi vind, dat ik dat wil delen. En net zoals ik de ervaring heb dat ik niet alleen stilte mis, maar ook heel erg uitbundigheid. Dus ik vroeg me af, waarop baseert u dat mensen elkaar vooral nodig hebben in verdriet? Omdat ik zoveel werk heb. En dat mensen zo'n grote nood hebben om bij mij te komen. En vaak zeggen, dokter, dank u voor het gesprek. Eindelijk kan ik er met iemand over spreken. Dat is mijn individueel, intersubjectieve antwoord. Maar er is ook nogal wat onderzoek waaruit blijkt dat mensen die ja, met depressie of met groot verdriet of met rouw te kampen hebben, dat die veel nood hebben en heel helend kunnen vooruitkomen als ze dat met iemand in vertrouwen kunnen delen. Ja, dat is, het komt uit onderzoek. Ja. Zou het niet kunnen delen van blijheid of mooie dingen ook kunnen leiden tot depressie? Omdat je dan vastzit in jezelf. Dat zou kunnen, maar ik denk dat dat minder acuut is. Hè. Blijheid, daar, bij plezantigheid is de nood aan de ander wat minder acuut, denk ik. Ik denk bij verdriet dat het daar zich nog veel pregnanter toont, denk ik. Natuurlijk, men zegt dan soms, ja, maar die psychiater die is gebiased door het feit dat hij alleen maar verdrietige mensen ziet. U luistert te goed naar uw patiënten, zei een collega mij eens. Maar dat vond ik wel een compliment. Ja. Ja. Dus ik denk dat verdriet, dat het daar zich wezenlijker toont. Maar het is denk ik ook een menselijke gave in alle gevoelens, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. Ja, nog een vraag, hè? Ja. Mijn naam is Karin Sto. Ik heb een vraag over trauma's. Wat wel populair is op dit moment is om met traumaverwerking bezig te zijn. En dan met EMDR heet dat bijvoorbeeld. Of met een sjamaan. En dat zou er dan toe kunnen leiden door dat die emotie wordt opgelost op de een of andere manier. En dat er dan een diepe laag van wezenlijkheid verschijnt. En wat is uw vraag? Of dat zou of kunnen? Wat u daarvan vindt? Hoe zich dat verhoudt tot het omzwachtelen van het verdriet? Ja, ja, mijn discours gaat over het gewone verdriet. Hè, en niet over heel ernstige zaken die echt psychiatrische hulp nodig hebben. Bepaalde technieken, soms ook medicatie enzovoort. Maar daar gaat het ook voor op. Hè. Ik woon in Antwerpen. Ik heb daar ook een praktijk. Ik heb veel patiënten gezien uit de Joodse gemeenschap. Ja. Ik ben de psychiater van de Joodse gemeenschap in Antwerpen. En ik heb gezien hoe het niet delen van verdriet, wat veel van die mensen een stukje gedaan hebben om te overleven ook, hè, hoe dat dan transgenerationeel doorgaat. Hè, en hoe uiteindelijk het niet anders kan dan het toch gaan delen en erover spreken, anders blijft het zitten. Hè. En dan zijn er natuurlijk hulpmiddelen zoals medicatie, bepaalde psychotherapeutische technieken die daarbij komen, maar dat sluit toch het delen niet uit. Het kunnen daarover spreken, dat kunnen verwoorden. Ja, ik ben gepromoveerd op, maar dat is natuurlijk heel technisch, op dissociatieve stoornissen. Dat zijn trauma's in de vroegkinderlijke jaren door extreme gewelddadigheid die je als kind meemaakt of seksueel misbruik enzovoort.
soms zijn die trauma's binnengekomen voor het spreken, voordat de spraak het kan beseffen. En die zijn prognostisch niet zo goed. Hoe vroeger het trauma, hoe moeilijker te behandelen, omdat er nog geen woord is om te delen. Dus het delen in woorden is echt wel essentieel. Ook bij bijkomende technieken zoals EMDR, die goede technieken zijn, laat dat duidelijk zijn. Ja, zeker. Oké. Een andere vraag. Wie? Ja, daar bovenin. Oh, sorry hoor. Maar... Oh. Goedenavond. Zal ik een beetje naar beneden komen? Mag ik u eerst even zeggen dat ik verliefd ben geworden op uw woorden? Ja, het is gewoon ja, Vlaams. De manier waarop u spreekt. Gewoon Vlaams, ja. Oké. <Okay. laughs> ik vroeg me af in hoeverre filosofie en psychiatrie eigenlijk een product zijn geworden van een samenleving ja, waar mensen het eigenlijk allemaal goed hebben. Dus als je kijkt naar de piramide van Maslow. Ja, ik denk altijd, hoe gebeurt het in heemse volkeren? Dus als je kijkt naar, ja, bestaat er filosofie in heemse volkeren? En waardoor je dus meer over het leven kan nadenken zoals wij dat doen. En daardoor ook gestrest en ongelukkig en depressief kan raken. En wat is de vraag dan? Nou, in hoeverre depressie, psychiatrie en filosofie bijvoorbeeld in een tweede of een derde wereldland bestaat. En welke betekenis dat dan heeft? Ja, kijk, deze zomer was ik in Tanzania, in Afrika. Dat is een van de armste landen van de wereld. Ik was daar voor een project, Child Help, een project voor kinderen met spina bifida. En in Tanzania zijn voor een land van enkele tientallen miljoenen inwoners een vijftal psychiaters. Ja. Dus ja, dan zouden ze zeggen, ach, is daar het leven goed? Ik weet het niet, maar daar is in ieder geval een totaal andere cultuur waar, en het is geen pleidooi om dat naar hier te halen, hè, maar waar de goddelijke voorzienigheid en de God die het zo beslist en het is goed zo, waar dat heel erg nog tot de cultuur behoort. En waar het dan, ja, dat individuele model dat we hier hanteren, waar mensen ook zelf verantwoordelijk zijn voor een aantal zaken, het leven in handen nemen, wat voor- en nadelen heeft, is daar minder. En dan is er dus ook geen psychiater die je consulteert. Nee, er zijn daar religieuze figuren waar men zich toe richt. Hè. Dus ik denk toch dat een stukje psychiatrisering van onze wereld te maken heeft met de secularisering. Hè. Dat men zoekt naar zin en betekenis in een ogenschijnlijk wetenschappelijker model, omdat men dat oude religieuze model niet meer zo kan hanteren. Ik denk dat daar een verschil zit. Ja. En ik wil daar heel genuanceerd in zijn. Ik vind dus dat wij met onze wetenschappelijkheid ook bescheiden moeten zijn. Dat er een heel wat dingen zijn van het verdriet die we niet kunnen begrijpen. Zelf toen ik geneeskunde studeerde, voelde ik een groot tekort in mijn opleiding. En ben ik filosofie gaan studeren om daar ergens wat te compenseren. Dat gaf mij wat meer fond van de zaak, zo, voor mij persoonlijk dan. Hè. En ik denk eigenlijk, maar goed, dat is dan ook weer persoonlijk, dat de geneeskunde en de psychiatrie wat meer filosofisch mag gegrond worden. Dat denk ik wel. Dat het dreigt ook weer over te hellen naar een heel functioneel, wetenschappelijk hard, al te op efficiëntie gerichte toestand. En dat we moeten ook leren de machteloosheid hanteren en er niet van weglopen. Aanwezig blijven als het lastig is. Krijgt u ook steun van vakgenoten daarin? Wel, er is hoop in die zin dat er toch wel een aantal jonge psychiaters zijn in Vlaanderen. Hier weet ik dat niet goed, maar Damian Denis is een filosoof ook. Hè. Dat zal toch ook geen toeval zijn, een Vlaming ook. Hè. Maar in Vlaanderen is er een beweging van jonge assistenten en jonge psychiaters die de combinatie filosofie en psychiatrie terug op de kaart zetten. Ja. Ik heb zelf gedurende vele jaren een seminarie filosofie en psychiatrie gegeven, samen met een Nederlandse filosoof die een aantal jaar geleden overleven is, Sam IJsseling uit Nijmegen. Een fantastische mens waar ik ongelooflijk veel van geleerd heb. Ja. Ja. Oké, we hebben nog een vraag daar.
houd hem vast. Dank u wel voor uw... Ik kijk u graag in de ogen. Graag. Ik u ook, want ik ben heel blij met uw kijk op de samenleving en op hoe we met ziekte om moeten gaan op het gebied van psychiatrie. Bent u niet van mening dat het werken in de psychiatrie zoals die hier in Nederland in ieder geval gewoon is, dat eigenlijk het gebruik van DSM-5 en de medicatie onze samenleving eerder zieker maakt dan gezond? Dat is, ik moet opletten om dat niet te zwaar te affirmeren, omdat dat ook dreigt een beetje nestbevuiling te zijn en wat populistisch te zijn en zo. Maar het is in ieder geval een stelling waar ik een zekere sympathie voor heb. Hè. Dus ik geef les aan studenten geneeskunde over de DSM en dan zeg ik, je moet dat goed leren om het daarna te vergeten. Hè. Zo van die dingen zeg ik dan. Of bijvoorbeeld op mijn afdeling, ik heb een afdeling van mensen met ernstige psychiatrische problematiek, schizofrenie, dat niet meer bestaat, maar dat was het toch. Hè. En dan zeg ik aan mijn assistent, er komt elk jaar een nieuwe assistent, zeg ik van kijk, bij ons bestaan er geen diagnoses, alleen mensen. Maar af en toe moet de diagnose toch op een formulier gezet worden, willen we nog subsidies krijgen. Dus daarvoor is het goed, hè, voor de subsidies. Anders hebben we geen geld. Dat kunnen we niet werken. Hè. En medicatie ben ik ook genuanceerd. Er wordt veel te veel medicatie gegeven in onze maatschappij. Hè. In Vlaanderen, in België. 1 miljoen mensen neemt psychofarmaca. Op 10 miljoen mensen, dat is ontzettend veel. Maar ik geef wel medicatie aan patiënten soms. Hè. Er zijn echt wel mensen die dankzij, liefst niet te veel, medicatie het hoofd boven water kunnen houden. Dus ik moet genuanceerd zijn. Ja? Maar ik ben natuurlijk opgeleid in de jaren 70. Ik kom eigenlijk toch wel uit de tijd van wie is van hout. Hè. Hmm. Dat kan ik ook niet ontkennen, dat dat een van de wortels is van mijn engagement. Hè. Ja. Ja. Oké. Okay. Nog meer vragen, discussievragen. Wie? Waar? Oh, daar. Ja. Oh, en daar ook. Ja. Loop even naar Hans. Nee, hè? Lastig is dat. Misschien dat ik even wat mag vragen. Mijn naam is Gerard, ik ben psychologisch hulpverlener. Waar sta je? Oh, daar. Ja. Ik mag een vrouw begeleiden wiens zoon januari van dit jaar met een bipolaire stoornis een eind aan zijn leven heeft gemaakt. En zij wordt op dit moment bijna gek van alle aandacht die ze krijgt. Mensen die nog met haar willen praten. En ik heb zoiets van, is het ook niet een kunst om mensen soms ongelukkig te laten zijn? Want ze heeft gewoon verdriet. Dat hangt ervan af hoe dat je dat bedoelt, hè? Ongelukkig laten zijn. Kijk, ik pleit voor het kunnen dragen, het samen machteloos zijn en het dragen van verdriet. Hè? Maar niet op een cynische manier natuurlijk. Men kan dat heel cynisch interpreteren en zeggen, ah ja, wees dan maar verdrietig, trek uw plan, tup is dat, trek uw plan, tup. Hè? Ik ben tegen tup. Dus ik ben voor verbonden, gehecht, wezenlijk aanwezig te zijn. En dat betekent natuurlijk ook niet op Instagram uw depressie uitleggen voor 20.000 volgers. Dat betekent proportioneel in vertrouwen aan mensen die je graag ziet, die met u inzitten, om daar voorzichtig te delen wat lastig is. Daar gaat dat over. Dat gaat niet over een ongelooflijke aandacht, want dat is de emo-cultuur. Dat is niet de oplossing voor dat probleem. Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel is dat uit goede bedoelingen, mensen met oprechte bedoelingen, maar het zijn er zoveel, omdat het een schok heeft betekend in die leefgemeenschap. Het is nu een jaar geleden en allemaal mensen komen naar haar toe met op zich goede bedoelingen. Ja, het pad naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Ja, ja. Dus ook in een zekere... Oké, dat kan, maar ik denk toch dat er in onze maatschappij meer probleem is van niemand komt. Hè? Mijn patiënten in mijn dagcentrum hebben soms niemand. Jaren niemand. Dat is toch een groter probleem dan te veel aandacht, hoor. Hè? En te veel aandacht is makkelijker te temperen dan geen aandacht. Het is makkelijker om te zeggen van, kijk, blijf deze week maar eventjes thuis, het is genoeg, ik heb nood aan een beetje rust. Is makkelijker te organiseren dan voor iemand die al jaren niemand meer gezien heeft, terug een bloemetje in een flesje te brengen. Dat wil ik met u eens. Voilà. Oké.
Oké, u adviseert in uw boek om een hondje te kopen dan, hè? Toch? Om? Een hondje te kopen. Ja, ja, dat is een heel verhaal. Natuurlijk maak ik al eens een verhaal om dat voor een groot publiek duidelijk te maken. Maar nee, mijn stelling daar, dat was dat het toch raar is hoe we elkaar niet aanspreken. En hoe, dat is echt waar, als men met een hondje gaat wandelen, spreken mensen u aan. Ja? En zeggen ze, wat een beestje is dat? Hoe heet hij? Wat is zijn naam? Welk ras is die? Hoe oud is die? Dat, men spreekt u aan. En zeker als er een tweede iemand met een hondje is, gaan ze dan snuffelen. Ja, ze snuffelen aan elkaar en dan beginnen de baasjes ook wat te snuffelen of toch te babbelen. Hè? Dus ja, dus zet ik aan om een hond te kopen. Ja, ja. Zeker. Ja. Okay. Ik heb hier nog een vraag hierboven. Ja, oké. Okay. Daar. Ja. Mag ik hem vasthouden? Oh, ga jij hem vasthouden? Oké. Okay. Mag ik hem? Dat is fijner. Ja, ik was wel benieuwd eigenlijk wat jouw gedachten zijn over hoe wij in deze samenleving omgaan in hoe wij zorg dragen voor de ander of omgaan met de ander ten opzichte van hoe wij zorg dragen voor niet-menselijke dieren. Niet-menselijke? Ja, hoe wij eigenlijk omgaan met elkaar, met de ander, en hoe wij daar wel of geen aandacht voor hebben en wel of niet zorg voor dragen of aandachtig zorg voor dragen ten opzichte van hoe wij omgaan met niet-menselijke dieren. Met dieren? Ja, niet-menselijke dieren. Ja, ja. Ja, wij zijn ook dieren, toch? Ja. Ja. Met niet-menselijke dieren. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Er zijn niet zoveel niet-menselijke dieren aanwezig, maar ja, zeker. Ik denk dat het een het ander niet uitsluit. Het is toch niet omdat we goed voor de medemens zorgen dat we niet goed voor de dieren zouden moeten zorgen. Ik denk dat dat nogal samengaat eigenlijk. Ja, ja. Ik denk dat mensen die op een respectvolle manier omgaan met de natuur en met de omwereld en met de dieren ook, hè, dat die ook met de medemens respectvol omgaan. Dus ik zie daar geen tegenstelling in. Nee, maar ik ben natuurlijk een psychiater en bij mij heeft het heel vaak te maken met de mens en het intermenselijke. Ik ben ook een systeemtherapeut, er komen mensen bij mij op consultatie. Men brengt niet zo vaak de hond mee. Nee. Maar soms, ik heb het al gedaan. Het mag wel. Het mag wel, ja, ja, ik heb het al gedaan. Dat ik zeg, breng die hond eens mee als mensen als ze daar zoveel aan hebben. En dan zeg ik, breng die ook eens mee. Laten we eens kijken hoe dat gaat. Ja, ja. Ja, dat doe ik wel al eens. Ja. Ja, wat ik eigenlijk meer bedoelde was, ik heb het idee dat door die focus op die individuele prestatie, dat daarin ook een soort van de het verband met dieren of niet-menselijke dieren, dat daardoor ook afstandelijker wordt. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat als we al te zeer gericht zijn op het individueel functionele succes, dat ook de dieren daar het slachtoffer van zijn. Zo, hè? Dat het ikkig gericht zijn ook dieronvriendelijk is. Ja, oké. Okay. Denk ik. Oké, we hebben nog meer tijd voor nog meer vragen. Ja, daar is een vraag. Als je het hebt over dat er heel veel reclame wordt gemaakt voor maakbare idealen. Denk aan dat u sprak net over dat geluk maakbaar is in deze tijd. Ik ben nog jong. Hoe ga je ik zie dan? Het, ja. Ik sta aan het begin van mijn maakbaarheid. Hoe ga ik daar dan op een goede manier mee om? Zonder te streven. Wel, we mogen ook weer niet cynisch worden. Er is een kleine vrijheid in het bestaan om in te vullen binnen de noodlottigheid. Hè? Dus ja, u hebt al heel veel geluk van hier geboren te zijn ook. Zonder oorlog. Hè? En jong en met alle talenten en alle gaven die een mens zich kan wensen. Hè? Dat is wel al een groot geluk. Maar er is een soort kleine, denk ik, een kleine verantwoordelijkheid die een verschil kan maken, denk ik, in het leven. Het is daarop dat ik als psychotherapeut ook werk. Hè? Dat mensen komen bij mij en zeggen, ik heb veel tegenslagen gehad, ik heb het allemaal meegemaakt, wat moet ik toch met mijn leven? Dan denk ik, oké, we hebben die kleine marge om zelf iets van verschil te maken. Daarin speelt zich de essentie van het bestaan af eigenlijk. Hoe kan ik mij engageren? Wat kan ik doen? En ik vind dat mensen die veel geluk hebben gehad, zoals ik zelf,
een beetje de ethische verantwoordelijkheid hebben om dan voor anderen iets te betekenen die minder geluk hebben gehad. En je zou denken, wat een opoffering is dat? Ik denk het niet. Ik denk dat dat heel zinvol is. Dat dat ook een gevoel geeft van mijn bestaan mag er zijn. Ik kan iets betekenen voor de ander. Dus als dat een beetje kan een antwoord zijn. Alsjeblieft. Moet dat engagement niet ook een soort politieke vertaling krijgen? Hoe zeg je? Dat engagement, ja. Moet dat ook niet af en toe zeggen, een maatschappelijke politieke vertaling? Ja, natuurlijk, natuurlijk wel. Maar, dat, ja, maar dat goed, dat niet. Overstijgt mijn bemoeienissen. Ik probeer, en dat is niet gemakkelijk, mij niet partijpolitiek te profileren. Er wordt natuurlijk in Vlaanderen allemaal mijn mouwen getrokken, van redelijk links tot matig rechts. Maar dat, ik denk dat ik meer kan betekenen als ik daar buiten blijf. Hè. Maar politiek is één van die maatschappelijke domeinen waar mensen iets kunnen betekenen. Eén van die. Hè. Ja. Ja. Maar dus mijn boodschap gaat toch vooral over dat kleine intermenselijke van mens tot mens, zoals het initiatief dat hier de prijs wint. Hè. Dat is de essentie. En dan zijn er gelaagdheden. Uiteraard moeten leidinggevende mensen op een menselijke en ethische manier omgaan met hun medewerkers, bijvoorbeeld, in bedrijven of in organisaties. Politieke partijen moeten ook proberen iets te betekenen in de maatschappij, uiteraard, op alle geledingen. Hè. Ja. Maar het meest wezenlijke is toch gewoon voor uw buurman of uw vader of uw vroegere vriend iets betekenen. Daar begint het, denk ik. Oké, ja. Nog meer vragen? Ja, daar. Dank u wel voor uw lezing. Ik heb een vraag over. Ik doe zelf. Ik zit in de palliatief terminale zorg. En wat ik merk is dat door het taboe op de dood ook nog steeds. Dat het toch heel moeilijk is om erover te praten. En dat aandacht geven heel erg veel meer in de stilte is. Dan de generatie die nu overlijdt. Dat zijn toch mensen die eigenlijk niet hebben geleerd om te praten. Heeft u daar advies voor? En daarnaast wilde ik weten, mijn vader is vreselijk depressief. En heeft nu wel EMDR-therapie. Maar ik merk ook dat, niet alleen daarbij, maar ook bij vrienden die depressief zijn. Dat het zo moeilijk is om aandacht te geven als iemand zoveel frustratie uit. En het uit je zuigt bijna al je energie. Hoe kan je dan toch bij jezelf blijven? Ja, ik kan daar geen truc voor geven natuurlijk. Hè. Maar het is natuurlijk heel concreet moeilijk om voldoende te begrenzen. Niet volkomen daarin symbiotisch in op te gaan, voldoende te begrenzen. Maar heel vaak wat we doen is van het ene uiterste in het andere. Hè. De borderline split. Ofwel gaan we helemaal redden en er heel de tijd onze ziel aan geven, ofwel breekt het. Hè? Dus ik denk dat we moeten doseren daar, proberen te doseren. Dat is de kunst van het leven. Ja. En de palliatieve patiënt, u zal er meer van weten dan ik waarschijnlijk. Hè? Ik denk het, ja. Ik vind het heel moeilijk, omdat het een generatie is die dus niet... Dat is waar. Praten. Ja, ja. Nee, maar onze generatie gaat te veel tateren, denk ik. En dat helpt ook niet. Hè? Ik denk, de dood is wel moeilijk, hè? Dus we moeten daar wel kunnen over spreken, maar we moeten ook kunnen stil zijn. Hè? En kunnen zeggen van, voilà, het is wat het is. Ja. En denk ik ook van jongs af aan al leren om te gaan met depressies, om te gaan met dat andere denk ik wel, ja, dat is juist. Dat wordt echt te weinig gedaan. Ik pleit heel erg in filosoferen met kinderen. Kinderen kunnen dat ook heel goed. Hè. Als je in een kleuterschool, zo met meisjes en jongens van 4, 5, 6 jaar, kunt spreken over de dood bijvoorbeeld. Opa is in de hemel. En waar is de hemel dan? En waar is opa nu? En hoe is dat nu? En wat is de dood? Zo. Dat is heerlijk. Die zijn veel slimmer dan wij eigenlijk, omdat ze nog onbevangen kunnen denken. Dus dat bevorderen in het onderwijs lijkt mij een goed idee. Ja. Zeker. Ja, hier is nog een vraag. Hi. Ik merk dat als ik soms tegen vrienden of cliënten ook zeg van, ik heb ook eens een kutdag of iets deel over dingen die mij erg pijn hebben gedaan of geraakt hebben, dat het eigenlijk soms bij de anderen een reactie geeft van, godzijdank jij ook.
Natuurlijk, natuurlijk. Een soort gedeelde menselijkheid. Heel de zeker, zonder twijfel. Heel de opleiding tot psychotherapeut heeft daarmee te maken. Hoe kunnen we onszelf als instrument gebruiken en dat begrenzen? Heel belangrijk om te begrenzen, om ook natuurlijk de rollen niet om te draaien. Dat is niet de bedoeling. Maar ergens het persoonlijke, begrensd, respectvol, getemperd, aanwenden in de verbinding. Absoluut, ja. En dat is ook voor ons een goed gevoel, hè? Each therapy is your own therapy, hè? Dat zegt Whittaker soms. Maar goed, ja. Ja, zeker. Duidelijk. Ja, hier is een vraag, Lieke. Ja, geef hem maar. Oh, ja. Goedenavond. Hoi, ik ben Vincent. Allereerst hartelijk bedankt dat je er was. Ik lees je boeken met heel veel plezier. Ik heb een verslavingsachtergrond. En dat bedoel ik niet professioneel, maar dat bedoel ik als recreationeel verslaafde. Mijn vraag is, toen ik de titel van uw nieuwste boek, De kunst van het ongelukkig zijn, dat sprak mij direct aan. Want ik dacht van hem ga ik het moeten leren. Dat viel wel tegen dan waarschijnlijk. Nou, tot nu toe gaat het me redelijk goed af. Ik denk dat de verslaafde bij uitstek op zoek is, of bij uitstek vlucht voor de ongelukkige momenten in het leven. Ja. Hoe ziet u dat? Denkt u dat verslaving in dat scala van depressie en angststoornissen, wat allemaal bij die westerse wereld een beetje lijkt te horen, denkt u dat de verslaving een aparte plaats heeft? Ik parafraseer graag Karl Marx. En dan zeg ik, hè, opium is de godsdienst voor het volk. Het verdoven van de lastigheid, van de zinsvraag, van het leed, van de moeilijkheden, is geen oplossing daarvoor. Het durven aanpakken, en natuurlijk soms is de lastigheid zo verschrikkelijk dat dat bijna niet te doen is. Hè. Laat mij daar allemaal veel respect voor hebben. Maar ik denk dat het verdoven van de lastigheid niet de oplossing is. Dus dat is en inderdaad een uiterst voorbeeld in deze tijd. Ik denk dat we in erg verslaafde tijden leven. Ja. Ja, denk ik wel, ja. Zeker. Maar proficiat met uw traject. Hè. Dat is niet zo evident. Ja. Dank u wel. Ja. Oké, okay, ja. Hier nog een vraag. Ja, moet je weer omlopen, Lieke? Sorry. Oh, daar ook. Waar was ik? Ja, mijn vraag was om op welke wijze kunnen we in een wereld die ja, op een bepaalde manier betekenisloos is geworden, omgaan met zingeving en het spirituele, het goddelijke, omdat ja, u zegt van nou, de kunst van het ongelukkig zijn, maar ik heb het idee dat dat vroeger, dan als je dan ongelukkig was, nou ja, we gaan toch naar de hemel. Of dat. Ja, dat is nu voor mensen die misschien niet in die traditie zijn opgevoed. Ja, dus de a priori zingeving lijkt verdwenen te zijn. En nu moeten we zelf het leven zingeven. En dat is een uitdaging, dat is moeilijk, maar ook zeer boeiend. Hè? Het is ook boeiend om zelf daar ergens op zoek te gaan. En ik denk dus dat de zin te vinden is in de zorg voor de ander. In het liefdevol kunnen met anderen zijn, met einander zijn, kunnen, ja, dat is de betekenis en de zin. Het kunnen samenleven als mensen, voor mijn part ook met de dieren, hoor. Daar heb ik nu niet zoveel over nagedacht, maar dat is op zichzelf niet zo raar. Hè? Hoe kunnen we goed leven? Hoe kunnen we, en dat is echt waar, hoe kunnen we goed voor onszelf zorgen, goed voor onze geliefden, onze medemens en goed voor de aarde ook. Hè? Ook dat ecologische, dat nu zo hoogte, dat sluit het ander niet uit. Hè? Goed zorgen voor de omgeving. Dat is de zin, denk ik. Het goed zorgen voor het leven. Dat is de zin, denk ik. Mooi, ja? Dankjewel. Ja, dank. Lieke, daar is nog een vraag. Ja, ik spreek nooit zo goed voor de microfoon. Ik wil eigenlijk iets vragen, wat eigenlijk niet zo goed aansluit bij dit.
Maar u heeft ook het een en ander gezegd over jonge mensen. In de praktijk komen met depressies, crisissen en nog meer van dat soort dingen. Dat vind ik heel erg verontrustend. En we hebben het nu eigenlijk meer gehad over mensen die wat ouder zijn. Wat voor advies geeft u de jonge mensen? Wat kunnen zij? We hadden daar wel al jonge mensen. Ja, oké, maar ik heb het nu gewoon over... Het advies is niet anders dan... 17-jarigen die echt in depressie zitten, die niet meer leuk gevonden worden, die zichzelf lelijk vinden, die niet meer eten, Nee, maar goed, ik bedoel... Ik heb alvast geen advies voor iedereen hetzelfde, hè. Dat is altijd weer terug op zoek gaan met die ene mens naar wat voor zijn of haar leven van betekenis kan zijn. Dat heeft daar ook mee te maken, ja. Dus het pleidooi voor het waarachtige contact. Die mooie foto's die je van jezelf kan posten, die niet meer zo leuk gevonden worden door je vriendjes of je vriendinnetjes. Dat is eigenlijk mijn vraag, want ik vind het afschuwelijk dat het op die manier gaat. Maar het is wel... Ja, maar natuurlijk bij een jonge generatie mensen is dat wel de ingangspoort van het gesprek. Hè? En denk ik dat het soms ook nuttig is om via die nieuwe media contact te maken en dan te proberen ook andere, meer waarachtige, rechtstreekse contacten te zoeken. Hè? Maar we moeten ook de nieuwe media niet wegsmijten. Ik denk dat dat een ingangspoort kan zijn, een eerste contact. Stuur een sms, maar spreek af. Hè? En stuur niet alleen een smiley, hè? Maar zeg waar spreken we af. Dus waarachtigheid van contact, denk ik, is ook bij jonge mensen essentieel. En zit in een cultuur die dat soms wat tegenhoudt, dat klopt wel, ja. Maar we zijn zo jong en uiteindelijk over twintig jaar zitten we in een ander probleem. Maar ze zijn zo jong dat er nog veel mogelijkheden zijn. Hè? De jeugdige mensen zijn nog heel flexibel, kunnen nog alle kanten uit. Dus hoe jonger, hoe hoopvoller. Hè? Voor mij wordt het al moeilijker. Ja. Echt waar. Oké. Okay. Is het waar? Ja. Oké, we gaan afsluiten. Ik ga Dirk de Wachter bedanken voor zijn bijdrage aan deze avond. En dat doe ik. Ja, in het boekje heeft u een verzuchting. Ik dacht, ja, daar moet ik toch iets mee doen. U zou zo graag een bongobon willen hebben. Om een uurtje in uw eigen tuin te kunnen zitten, in alle rust. En nu ben ik hier weer. Ja. Wel nu, meneer de Wachter, die is niet te koop. Die is niet te koop, dat zult u zelf moeten organiseren. In agenda zetten kan ook al niet, want ja, dan moet dat opeens weer. Ik heb wel een manier gevonden dat dat misschien wat makkelijker kan. En dat is een lekkere fles wijn. Die u daar dan... In uw eigen tuin, okay. Misschien met een vriend, ja, dat is goed. Kan opdrinken. Dank u wel.